Het is vandaag dinsdag 5 mei. Milan, die was gisteren jarig. Ik heb gisteren niks gefilmd. Omdat, ja, hij was jarig en hij houdt niet zo van vlog. Dus dan ga ik niet op zijn verjaardag heel dag lopen vloggen. Maar ik heb wel een extra video voor jullie eergisteren opgenomen. Dus dan komt die gewoon online in plaats van die... in plaats van de vlog van gisteren. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Maar dat ga ik vanmiddag allemaal wel aan jullie laten zien. Maar ik kan het wel even een beetje vertellen. Ik ga namelijk kleding tie-dyen. Want ik heb allemaal van deze Dylon potten. Ik heb er 3. Ik heb Ocean Blue, Passion Pink en Fresh Orange. En daar ga ik dus mee tie-dyen. Maar dat ga ik vanmiddag doen. Eerst is Milan nu eventjes naar de Hema aan het lopen om tape te halen. Want ik moet 2 Zara pakketjes op de post doen. Alleen we hebben geen tape meer. Dus ik kan die zakken niet dicht doen. En ik moet 2 pakketjes voor United Wardrobe op de post doen. Zij is nu eventjes tape halen. En volgens mij ook wat eten bij de Albert Heijn. Het is nu 11 uur. En dan gaan we zo meteen even pakketjes op de post doen. En eventjes naar de Hema om elastiekjes en dingen te halen. Om te kunnen tie-dyen. En er is dus gisteren een pakketje bezorgd bij de buren. Alleen ik weet dus niet of dit briefje er al lag. Of dat er wel echt iets bezorgd is gisteren. Maar ja, ik ga maar gewoon eventjes aanbellen. Want daar komen we dan maar op één manier achter. Ze doen niet open, dus ik heb geen idee of er nou een pakketje is of niet. Ik heb gisteravond dus een beetje zitten spelen met introotjes en zo. En ik vind zelf dat ik een hele leuke heb gemaakt. De eerste nieuwe intro ding komt morgen online. Bij mijn Get Ready With Me. Dus die hebben jullie als het goed zou kunnen zien. Maar ik heb dus ook een heel leuk nieuw intro gemaakt voor als ik straks weer ga weekvloggen en zo. Maar ik denk niet dat ik terug ga weekvloggen. Of nou wel weekvloggen. Maar dat ik het in 2 delen ga doen voortaan. Kijk, nu blijf ik gewoon nog dagelijks vloggen. Maar als straks school weer begint en ik krijg het weer drukker en zo. Dan ga ik weer gewoon weekvloggen. Maar dan worden die weekvlogs in 2 delen opgesplitst, zeg maar. Dan van maandag tot donderdagmiddag. En dan van donderdagmiddag tot zondagavond. En dan ook nog een extra video in de week. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Dan hebben jullie sowieso altijd 2 video's per week. En dan als ik tijd heb ook nog een extra video. Dat leek mij wel een leuk ideetje of zo. Ik weet niet, ja. Omdat straks als ik het wat drukker krijg, ga ik het gewoon niet redden om iedere dag te kunnen vloggen. En iedere dag een boeiende vlog voor jullie te kunnen maken. Dus ik dacht, dan doe ik het op deze manier. Dus ja, ik dacht, dat is misschien wel leuk. Dus ja, laat maar eventjes weten wat jullie daarvan vinden. Ik ga nu eventjes wachten totdat Milan er is. En dan gaan we pakketjes en zo op de post doen. We hebben boodschappen gedaan. En dan ga ik eventjes inruimen en aan jullie laten zien wat voor boodschappen wij hebben gedaan. Veldsla, want spinazie is op. Rucola, eieren, knoflooksaus, want we gaan vanavond... Oh shit, ik heb niet een extra pak wraps meegenomen. Maar volgens mij hadden we dat nog. Fricando voor Milan. Melk, ketchup, want die was op. Citroentjes hebben we nog. Oh, zoveel geluk. Ik heb voor vanavond dit. Dit is gemarineerde reepjes kipfilet. Wat? Die kunnen we even halen. En die is zonder dat ze gemarineerd zijn. Zaanse mayo, want die was ook bij. Mozzarella. Even kijken. Een paprika. Een avocado. Broodjes voor Milan. Nog meer broodjes. Een pizza voor Milan. Gyros kruiden voor over zijn kibbeen. En ik heb eventjes elastiekjes gehaald bij de Primera. Om zo meteen die t-shirtjes te tie-dyen. Jongens, mijn schoenen zijn binnen. Ze zijn eigenlijk pas donderdag binnenkomen. Maar we zijn gewoon vandaag binnen. Een beetje overlicht. En ik ga ze overpakken. Halleluja. Ik hoop dat ik ze pas. Die tas kan ik gratis ophalen, denk ik. Ik vind ze echt leuk. Ze zijn echt klein. Echt babyvoeten. Echt heel klein. Oh, ik hoop dat ik ze pas, maar ik vind ze wel heel leuk. Kijk of de andere er ook in zit. Is het wel maat 36? Ja. Ja. Allebei maat 36. Leek wel maat... maat heel klein. Ja, allebei 36.
Oh, ik vind ze echt leuk. Oké, ik ga ze even passen. Ik ben echt bang dat ze niet passen. Maar van die andere jeans heb ik ook een 36. Ze passen. Dat is toch erg? Oh, leuk! Oh, dat is echt heel leuk. Oh, heel leuk. Kijk nou. Oh, ik vind ze echt leuk. Ik ga gelijk morgen een nieuw paar bestellen. Een grapje. Kijk! En ik heb ze dus besteld bij StockX. Ik kende dat niet. Maar Rosa had er toen ook weer schoenen besteld. Maar Jordans, andere soort schoenen. Maar ze waren, ik denk, wanneer heb ik ze besteld? Vorige week vrijdag volgens mij. Nee. Ja, anderhalve week geleden. En ze zouden eigenlijk pas 12 mei binnenkomen. Het is vandaag 5 mei, dus ik ben heel blij dat ze er zijn. Heel erg leuk. Ik ga trouwens nog eventjes mijn vlog verder afbewerken. Of die video die morgen online komt. En dan ga ik daarna tie-dyen. En dat ga ik aan jullie laten zien. Voor de tie-dye video. Alleen, ik weet dus niet of ik dat ook heel erg uitgebreid nu al in de vlog mag laten zien. Omdat die samenwerking komt pas over 2 weken ongeveer op Instagram. Dus ja, en ik heb het ook recht gefilmd met mijn camera. Omdat, het is voor Instagram story. Dus dan moet het recht. Dus ik denk dat ik het gewoon versneld in deze video ga doen. Heel erg versneld. En dan binnenkort op mijn Instagram volgens mij volgende week vrijdag. Ja, als het goed is volgende week vrijdag kunnen jullie het uitgebreid op mijn Instagram zien. En ook een kleine winactie ermee. Dus ik ga nu eventjes die beelden bewerken. Op mijn telefoon eventjes kijken of ik van mijn camera naar mijn telefoon kan sturen. Dat zou heel erg chill zijn. Want ja. Wij gaan koken. Dat Miel heeft net de vaatwas eruit geruimd en alles gedaan. Ik hoef alleen maar mijn eigen kip te koken. Netjes wat te drinken in te schenken. Ik ga dit eten. Kip. Lekker kip. En Mila gaat ook kip eten. Lekker kip. Alleen hij gaat in zijn wraps eten en ik ga het gewoon los eten. We hebben gegeten al een tijdje geleden. Het is nu namelijk 9 uur. En Miu is al in de tuin aan het sporten. Maar ik was echt heel erg koud. Dus ik heb echt geen zin om in de tuin te sporten. Dus ik ga gewoon in de woonkamer sporten. En ik ga toch weer zo'n video van die Pamela Rave doen. Dus ja, dat kan ook gewoon in de woonkamer. Ik ga eventjes een sportlegging aantrekken. Even kijken naar mijn mooie schoenen ook. Jongens, ik ben er sowieso blij mee. Echt. En ik krijg dus wel eens de opmerking dat je het uitspreekt als Yeezy en niet als Jeezy. En dat weet ik. Dat je uitspreekt als Yeezy en niet als Jeezy. Maar
boeien, maakt uit. Je snapt wat ik bedoel, toch? Dus ja, oh, ik ben er zo blij mee. En ik krijg best wel vaak de vraag over mijn andere Yeezys. Welke maat ik ervan heb. Deze, dit zijn de Yeezy Boots Boost 700. En die andere de 350. Dus de 350. Maar ik heb dus van allebei een maat 36. Terwijl ze adviseren juist een maatje groter te nemen. Een half maatje. Maar het is of 36 of 36 2 derde. En 2 derde is best wel een groot verschil, vind ik. Dus ik heb van allebei een 36. En dat zit echt precies perfect goed. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Echt, oh, I can't. Als ik straks weer salaris heb, ga ik nog een paar kopen. Echt zo blij mee. Ik ga ook even yoga doen, denk ik. Want daar heeft ze dus ook video's van. Die Pamela van die workout video. Of van die, jezus, ik zei het net. Yoga oefeningen. Yoga workout. Dus ik denk dat ik daar ook even eentje van ga doen. Ja. Ik heb de vlog gisteren weer niet afgesloten. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga hem nu bewerken. Dus ik hoop dat hij leuk is geworden. Ik heb geen idee. Maar heel erg bedankt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!